Na het stappen ga ik ook net zo graag eventjes bij de Turk een pizza eten. of uh, uh, trek ik een, uh, een frikandelletje uit de muur. Ja, dat zijn wel dingen die zitten er helaas niet meer in. Zegt een balende Melinda Thomas uit Doetinchem, die vanwege darmklachten het zogenaamde FODMAP-dieet moet volgen. Om toch nog uit eten te kunnen, is ze een strijd gestart. om het dieet bij restaurants op de kaart te zetten. Maar ze merkt dat maar weinig mensen weten wat het dieet precies inhoudt. Het FODMAP-dieet is een dieet wat wordt voorgeschreven door een arts. En uh, in het dieet mijt je bepaalde koolhydraten en suikers om zo je chronische darmklachten te verlichten. Ik ben twee jaar geleden gediagnosticeerd met prikkelbare darmsyndroom. En ik wilde eigenlijk niet aan de medicijnen. Ik wilde proberen om het zo natuurlijk mogelijk uh, onder controle te krijgen. En toen uh, heeft de MDL-arts in het Slingeland Ziekenhuis mij gewezen op het FODMAP-dieet. Thomas wil in contact komen met restaurants. Zo hoopt dat restauranthouders in overleg met Koks gerechten die binnen het FODMAP-dieet vallen op de kaart zetten. Volgens de Doeteremse hoeft dat niet moeilijk te zijn. Ik denk dat een restaurant heel simpel dingetjes zou kunnen aanpassen. Zoals bijvoorbeeld het uh, vervangen van knoflook voor bieslook. Is iets wat ik heel veel in, uh, in mijn eigen keuken doe. En um, daarnaast zijn er ook wel verschillende manieren om alsnog uh, de smaak van ui te kunnen verwerken in je gerechten. Volgens Thomas kampt één op de vier Nederlanders met darmklachten. Het aanpassen van de kaart zou dus een groot aantal inwoners van de regio kunnen helpen. Dus met 400.000 achterhoeken zou je dan zeggen dat uh, misschien wel 100.000 mensen uh, buikpijnvrij uit eten kunnen, wanneer ze volgens het FOTMA-principe eten. Ik heb mijn doel bereikt als uh, ook hier in de achterhoek mensen met chronische darmklachten gewoon buikpijnvrij uit eten kunnen.